Hallo, Ajax fans. We zijn terug met een exclusieve video en het laatste nieuws direct uit Amsterdam. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal en geef de video een like. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest exclusieve Ajax nieuws. Zou de Amsterdamse reuze nieuwe meester van het middenveld inlijven? Deze vraag houdt de fans van Ajax al weken in spanning, nu het gerucht gaat dat Joey Veerman, de getalenteerde middenvelder van PSV en het Nederlands elftal, hoog op de verlanglijst staat van de club. Veerman, bekend om zijn uitzonderlijke balbeheersing en strategische inzicht... heeft zichzelf bewezen als een van de meest veelbelovende spelers in de eredivisie. Joey Veerman maakte zijn debuut in het professionele voetbal bij FC Volendam... in de eerste divisie en viel al snel op door zijn indrukwekkende spel... wat hem een transfer naar SC Heerenveen opleverde. Bij Heerenveen groeide hij uit tot een sleutelspeler... Waarna hij in januari 2022 de overstap maakte naar PSV. Daar tekende hij een contract voor 4,5 jaar en speelde hij een cruciale rol in zowel de nationale competitie als Europese toernooien. Bij PSV heeft Veerman zijn reputatie als een creatieve middenvelder verder versterkt. Zijn vermogen om kansen te creëren werd duidelijk toen hij in het seizoen 2023-2024 de speler werd met de meeste gecreëerde kansen in de Eredivisie. Zijn prestaties hebben niet alleen de aandacht van Ajax getrokken, maar ook die van internationale clubs. Echter, de gedachte van Veerman in een Ajax shirt blijft bijzonder prikkelend voor de fans. Internationaal heeft Veerman ook zijn sporen verdiend. Ondanks een tegenslag door voedselvergiftiging tijdens de voorbereiding op de UEFA Euro 2024 kilowatt alificatiewedstrijden, Maakte hij zijn debuut voor het Nederlands elftal in de Nations League Finals tegen Italië en scoorde zijn eerste internationale doelpunt in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland. Zijn recente selectie voor het Nederlands team voor het EK van 2024 bevestigt zijn status als topmiddenvelder. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren en de video een like te geven. Jouw steun helpt ons om je te blijven voorzien van het laatste nieuws over Ajax Amsterdam. Deel ook gerust je mening over de onderwerpen in de reacties. Joey Veerman staat bekend om zijn uitzonderlijke techniek en intelligentie op het veld, eigenschappen die hem onderscheiden als een van de meest technisch bekwame middenvelders in de moderne voetbalwereld. Zijn speelstijl kenmerkt zich door een uitstekend positiespel en het vermogen om het spel te lezen, waardoor hij vaak cruciale passes levert die de verdediging van de tegenstander ontregelen. Veermans capaciteit om zowel verdedigende als aanvallende rollen op zich te nemen maakt hem een veelzijdige kracht in het hart van het middenveld. Zijn technische vaardigheden worden verder versterkt door zijn vermogen om onder druk kalm te blijven, wat essentieel is in de hectische sfeer van topwedstrijden. Veermans precisie in passing en zijn vermogen om de bal onder controle te houden onder intense druk zijn indrukwekkend. Dit maakt hem niet alleen een sleutelspeler in de opbouw van het spel, maar ook een betrouwbare optie in de omschakeling. Waar zijn snelle besluitvorming en nauwkeurige distributie het team in staat stellen snel te schakelen van verdediging naar aanval. Een ander opvallend aspect van Veermans spel is zijn traptechniek, vooral merkbaar bij standaard situaties. Zijn vermogen om zowel directe vrije trappen te schieten als nauwkeurige voorzetten te leveren vanuit hoekschoppen, maakt hem een constante bedreiging voor tegenstanders. Zijn inzicht om de juiste keuzes te maken tijdens deze cruciale momenten heeft al vele malen zijn waarde bewezen in zowel nationale als internationale wedstrijden. Daarnaast is Veermans werkethiek en toewijding op het veld inspirerend voor zowel teamgenoten als jonge fans. Zijn niet aflatende inzet tijdens trainingen en wedstrijden toont zijn passie voor het spel en zijn drang om zichzelf voortdurend te verbeteren. Deze karaktereigenschappen, gecombineerd met zijn speelstijl, maken hem een modelprof en een potentieel toekomstige leider ongeacht waar hij speelt. De mogelijke transfer van Veerman naar Ajax zou niet alleen de strategische diepte van de club versterken, maar ook een boeiende dynamiek in de Nederlandse competitie teweeg brengen. De vraag blijft echter of PSV bereid zal zijn om een van hun meest waardevolle spelers af te staan aan een directe rivaal. Met de transfermarkt die op volle toeren draait, blijven de ogen van voetbalminnend Nederland gericht op deze ontwikkeling. Dat was het voor deze update. Als je de video leuk vond en exclusief nieuws over Ajax Amsterdam wilt blijven ontvangen, abonneer je dan op ons kanaal en geef de video een like. We horen ook graag jullie reacties en meningen. Tot de volgende video.